Goedendag, het is vandaag zondag 12 september 2021. Zoals jullie zien zijn we aangekomen hier in het Bergstation in Zoetermeer. En eventjes kijken hoe de condities zijn vandaag. Min 7, 40 centimeter sneeuw en misschien nog wel een zonnetje. En we zijn eerst eventjes in de piste, of de hal nummer 3. Piste nummer 3. En daar zijn best nogal wat mensen heerlijk aan het oefenen. Want daar gaat het om. Het oefenen staat toch wel centraal voor als jullie gaan afreizen richting Oostenrijk. Zeker nu er een jaartje tussen hebt gezeten, is het misschien wel handig om toch eens een keer een skihal op te zoeken. Dan zeker wellicht eentje met sneeuw, zoals hier in Zoetermeer. En vanaf het topje, zeg maar hier van de berg, kijk je ook nog eens een keer mooi het Groene Hart in. Mooie landerijen. Maar ik laat jullie even zien hoe hier het uitzicht is als je hier bovenaan staat. Nou, er wordt ook weer aardig getraind. Getraind door wat skiteams. Nou, zo zien jullie het van boven. Maar hier in Snowworld Zoetermeer hebben we natuurlijk niet alleen piste nummer 3, waar we als eerste natuurlijk een kijkje zijn gaan nemen. Ook is er zeg maar voor de iets mindere gehouden en zelfs ook de mensen die het goed willen leren, zijn er hier hele mooie helletjes waar je ja, geweldig les op kan krijgen, waar je kan oefenen. Maar ook aan de allerkleinste is gedacht, kijk, er zijn er al een aantal, die krijgen hier spelenderwijs ook les. Ik denk dat dat van een jaartje of 3 zou dat moeten kunnen. Dat moet je geloof ik wel zinnelijk zijn, maar hier kunnen ze de eerste grondbeginselen kunnen ze gaan leren. Nou, hier zijn natuurlijk ook sleepliften aanwezig. En voorheen had je hier ook hoge bulten om te springen. Die liggen er nu niet. Wellicht later in het seizoen. Maar je kan hier optimaal zeg maar weer eens je bochtjes gaan draaien. Na toch een jaar stil te hebben gestaan. Dat we niet naar de Alpen hebben kunnen reizen. Nou, daarmee wil ik afsluiten. En ik zeg maar weer de groeten.